Je hebt een balk gegeven met een omtrek zonder dat M is en lengte is A keer de breedte. Bereik de maximale inhoud van deze balk. Dus is de breedte, de lengte en de hoogte. Dan weet je dat de omtrek van de ribben, dus 4 keer B plus 4 keer L plus 4 keer H, is gelijk aan de waarde M gegeven is. Ja? En ook weet je dat je lengte A keer de breedte is. Dat betekent dat je L is A keer B. Ja? Daaruit gaan we berekenen de maximale inhoud te berekenen. Nu, we gaan daaruit kiezen dat X gelijk is aan B. Ja, omdat het meeste voorkomt dat x gelijk aan b, dat betekent nu l gelijk wordt aan a maal x. Nu eet de formule, 4b is dan 4x en 4l is dan a 4ax. Dus 4l is dan 4 maal a maal x. Dan krijg je daar 4x plus 4ax plus 4 keer de hoogte is gelijk aan m. We gaan hier hoogte berekenen, dat betekent dat dit is 4 plus 4a, dus haakjes x, plus 4 keer de hoogte, is dus m. Dat betekent dat 4 keer de hoogte wordt dan, als je uitrekent, de hoogte is verder dan m gedeeld door 4, min 4 plus 4a gedeeld door 4x. Ja. Kun je allebei deel door 4, dan nog een x vergeten daarvoor, sorry daarvoor, een x. Ja. Dat betekent dat je hoogte is gelijk aan m gedeeld door 4, min, hier kun je 4 buiten brengen, je hebt min 1 plus 1a, 1 plus a maal x. Ja. Nu, inhoud was lengte maal breedte maal hoogte. Dus inhoud lengte maal breedte maal hoogte. Dat betekent u, uw breedte was x, uw lengte was a maal x. Mogen ze juist berekend was m gedeeld door 4 min 1 plus a maal x. Dus m gedeeld door 4 min, dus haakjes 1 plus a maal x. Om te uitwerken, ja, dan krijg je dus, eerst krijg je a min a maal 1 plus a maal x tot de derde, plus m gedeeld door 4 maal a, dus m a gedeeld door 4 maal x kwadraat. Nu, hoe berekenen we maximaal inhoud? Natuurlijk door de afleider nemen en die losstellen. Dus we gaan hier de afleider berekenen gelijk aan 0 te stellen. Dus de maximale waarde betekent de afleider berekenen gelijk aan 0 te stellen. Dus maximaal inhoud betekent afgeleiden nemen en lekker aan nul stellen. Ja. Hier afgeleiden van de eerste term wordt dan een derde graad wordt een tweede graad, dus min 3a, dus f van x wordt dan min 3 maal a plus 1 x kwadraat, a plus 1 x kwadraat, plus wordt het m gedeeld door 2 ax, m gedeeld door 2 ax, die 2 en die 4 werkelijk aan de weg. Dat betekent het feit dat is 0, als slechts als, of gevolg is dat x gelijk is aan uw m gedeeld door 2 gedeeld door 3a en a gedeeld door 3 keer a, maar a plus 1a x kwadraat. X, ja. Dus m a gedeeld door 2, 3 keer a, 1 plus a. Valt de a weg, u kunt de 2 en de 3 anders schrijven, krijg je m gedeeld door 6 keer 1 plus a. Dus je antwoord voor uw x, wat uw breedte was, is dus m gedeeld door 6 keer a plus 1. Nu, wat is dan de maximale inhoud die je kunt berekenen? De maximale is lengte maal breedte maal hoogte. Ja? Dus je antwoord was lengte maal breedte maal hoogte, die gaan berekenen. Nu, uw breedte is m gedeeld door 6 keer a plus 1. Uw lengte was a keer breedte, wordt dus 6, wordt a maal m gedeeld door 6 keer a plus 1. Uw hoogte ja, is dan m gedeeld door 6, m gedeeld door 4 min a, a plus 1 maal a, maal b, sorry. Dan krijg je uitrekening, krijg je m gedeeld door 12. Ja. Nu, dat betekent dat de hoogte, de lengte maal de hoogte maal de breedte is dan gelijk aan als je uitwerkt. M gedeeld door 6a plus 1 maal a maal m gedeeld door 6 keer a plus 1 maal m plus 12 maal m gedeeld door 12. Ja, dus maal m gedeeld door 12. Dan krijg je in de teller a keer m tot de derde. Dus dat betekent a m tot de derde. Nu krijg je 2 keer a plus 1 kwadraat. Dan krijg je 6 maal 6 maal 12 is 432. Dus 432a plus 1 kwadraat.
Dat is het formule voor een maximale inhoud van deze balk. Dank voor de aandacht, volgende keer. Bye bye.